De politie is hier ook aanwezig overigens. Die twee dames op de achterste rij zijn dit burger. Meneer Van Bogart, André Bogart van afdeling Openbare Orde Veiligheid en Kabinet van BMW. Ons heeft laten weten dat het ons vrijstaat om tijdens Koningsdag als individu voor onze vrijheid van meningsuiting te gebruiken. Op al die plaatsen zullen dus mensen van ons hun borden omhoog houden en zorgen dat Willem-Alexander de boodschap over krijgt. Wat mij betreft is het gewoon iets wat niet meer van deze tijd is, het Koningshuis. En ik zou heel graag willen dat het hele leuke, mooie feest wat wij hier in Dordrecht mogen vieren, waar ik best ook wel af en toe enthousiast van word, want ik zie heel veel mensen in de stad daar hard aan werken en je ziet dat mensen de kans krijgen om hun kwaliteiten te laten zien. En dat vind ik heel erg leuk voor ze. En het zal best een leuk feestje worden, maar ik vind de reden van het feestje gewoon niet goed.